Met de hulp van witte bloedcellen kunnen wij ons verdedigen tegen ziekteverwekkers als virussen en bacteriën. Virussen zijn klein en kunnen niet leven zonder in cel. Ze hebben dus andere cellen nodig om te leven. Virussen zijn er in verschillende soorten en maten. Van bacteriën zijn er ook heel veel en ze zijn ook nog een stuk groter dan virussen. Maar nog steeds zijn de cellen van bacteriën niet met het blote oog te zien. Bacteriën kunnen zelfstandig leven. In ons lichaam voeden ze zich met de stoffen uit onze cellen. En ze maken giftige stoffen waar wij ziek van kunnen worden. Bacteriën kunnen zichzelf delen bij een goede temperatuur en voldoende voedsel. Virussen zijn vrij eenvoudig, vaak niet meer dan DNA met een jasje van eiwitten eromheen. Virussen dringen onze cel binnen en maken gebruik van onze cellen om hun DNA te kopiëren. Vervolgens maakt onze cel ook hun jasjes aan en kunnen ze zich weer verspreiden. Witte bloedcellen zitten in ons bloed. Ze kunnen makkelijk van vorm veranderen. Witte bloedcellen worden ook wel leukocyten genoemd. Hier zie je hoe ze bijvoorbeeld een bacterie te lijf gaan. Als er een infectie met bacteriën plaatsvindt, dan gaan de witte bloedcellen buiten de bloedvaten om om de bacteriën op te vreten. Witte bloedcellen kunnen ook antistoffen maken. Deze antistoffen hechten zich aan de antigenen van indringers, zodat deze vervolgens opgegeten kunnen worden door andere witte bloedcellen. Hoe kunnen we dan nou voorkomen dat we ziek worden? En hoe kunnen we deze infectieziekte genezen? In 1928 stuitte Alexander Fleming bij toeval op de stof penicilline. Deze stof wordt gemaakt door een schimmel en doodt bacteriën. Penicilline is een vorm van antibiotica. Met antibiotica kunnen we bacteriën doden, zolang ze niet resistent worden. Resistente bacteriën zijn ongevoelig voor antibiotica. We kunnen ook inenten tegen ziektes. Dit kan op twee manieren: bij vaccinatie. Worden er antigenen of verzwakte ziekteverwekkers ingespoten. Hierdoor leert je lichaam deze ziekte te herkennen om bij een serieuze infectie direct te kunnen reageren. Via een serum krijg je antistoffen toegediend om je eigen antistoffen een handje te helpen. Dit is gelijk het verschil tussen actieve immunisatie en passieve immunisatie. Bij actieve immunisatie krijg je eerst antigenen binnen. Dit kan door vaccinatie, dan noemen we het kunstmatige immuniteit of doordat je eerder ziek bent geweest, en dat heet natuurlijke immuniteit. Je lichaam moet zelf aan de slag, actief dus, door zelf antistoffen aan te maken. Bij passieve immunisatie krijg je antistoffen erbij via een serum. Je lichaam hoeft dus zelf niet veel extra te doen, dit is passief. Het nadeel is dat je maar tijdelijk immuun bent.